Leslie Bader van de United States. Rijdt in de binnenbaan en het is Helena Tumanova. Bader 209 de Blank. Tumanova 207-69 als beste tijden. En dat vertelt het verhaal. Yvonne van Gennep inmiddels nog altijd aan het uitrijden. Ze heeft even bij verzorger Anne de Jong haar bekende bakje thee gehaald. Heeft daar even blij staan kletsen met de anderen van het Nederlands legioen. En is op het ogenblik bezig om, ik denk, de zaak op een rijtje te zetten. Alvorens ze zich, hoop ik, zo snel mogelijk van het ijs zal begeven om ergens bij Jos Kuijer in de buurt uit te komen. Waarna u later in de uitzending, u weet dat wij niet rechtstreeks van deze schaatsbaan kunnen komen. Yvonne sprekend op kunnen laten treden. Een antwoord op de vraag uit Hilversum is nee. En wij gaan door met deze rit. Even wat dienstmededelingen tussendoor. U vergeeft mij dat hopelijk in de huiskamer. We kijken naar Bader die de leiding heeft genomen. Stevig gebouwde tand uit Amerika zet 27-7 neer. De Russische ploeg. Daar zien we helemaal niets meer van op deze winterspelen. We hebben de vrouwenploeg helemaal niet in beeld gehad. Wat daar allemaal aan de hand is, weet ik niet. Bij de biathlon moeiteloos 1, 2 en 3. Op het schaatsen helemaal niet eens meer te zien. Bader blijft dan ook makkelijk voor op 700 meter. 59 en 1 tiende seconde. Hoe lossen we dit op? Zo. De Amerikaanse schaatsploeg waarvan Bader nu de 1100 meter passeert in 1.31.5 en de rondje 32.4 is onvoorstelbaar afgemaakt in de Amerikaanse sportpers. Met een bitterheid die zelfs in Nederland niet bekend is. Het stelt helemaal niets meer voor, schreef een columnist. Als Haydn van de commentaarpositie van ABC zou worden afgehaald en schaatsen ondergedaan, dan zou die nog beter zijn. De man vergat even dat Flame hier is geweest en behoorlijk heeft gepresteerd en dat Flair toch ook leuk heeft meegedaan. 2.05.53 is goed voor een achtste plaats. 2.07.71 tekenen we in voor de 13e spot. En we hebben dan Bader en Tumanova gehad. En gaan naar het absolute bijprogramma van de 1500 meter. En dat gebeurt over, nou pakweg, 27, 28 minuten.